De Switch Pro, of de Super Switch, of hoe die ook gaat heten. Hij komt er binnenkort aan, volgens geruchten zelfs morgen. Vandaag hier bij ons Lucas om daarover te praten, want die weet hier echt alles van. Hoe gaat het, Lucas? Hey Cody, ja, gaat goed. Gaat echt supergoed nu ik weet dat de Super Switch, nieuwe Switch, hoe die ook gaat heten, er zeer binnenkort wordt aangekondigd. Ik zal even wat geruchten op een rijtje voor je noemen. Ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar, ja. Oké, okay, daar gaan we. Als eerst hadden we natuurlijk vorige week de geruchten van Bloomberg dat de nieuwe Switch deze herfst nog zou komen. Dus september, oktober ongeveer. Kennelijk zou het apparaat ook ietsje duurder moeten worden dan de Switch op dit moment is. En misschien wat interessantste voor ons op dit moment. De aankondiging zou nog voor E3 zijn. Misschien een beetje met het idee in het achterhoofd van dat publishers op de E3 straks, de digitale E3 natuurlijk, hun games kunnen laten zien voor de Switch Pro. En dus dat ze eerst de console laten zien en dan de games. Daarna was er nog even een ding op Amazon Mexico over de Switch Pro uitgekomen. En nu net is er een leak van Central Leaks uitgekomen. En daaruit blijkt kennelijk dat de pre-orders op 4 juni al zouden beginnen volgens een interne memo van een grote retailer. Het komt er echt bijna aan. Het komt er echt bijna aan. Het zijn wel nog redelijk vage geruchten allemaal. Ik hoorde je even zeggen dat die iets duurder wordt dan het originele model. Op hoeveel zitten we dan ongeveer? $300 heb ik zelf gelezen. Klopt dat? Ik heb geen idee. Ik denk dat het misschien 350 kan zijn. Ik denk niet dat die 400 gaat zijn, eerlijk gezegd. Maar het is een beetje afhankelijk van wat voor hardware we krijgen. En dat is natuurlijk ook nog interessant. We hebben daar wat dingen over gehoord qua geruchten ook allemaal. Again, niks officieels. Maar er zou een mooie OLED in zitten. Hij zou krachtiger zijn. Hij zou ook 4K output kunnen doen naar een televisie. En dat zou dan ook via die DLSS techniek van Nvidia gaan. Dat er een soort hele slimme upscaling plaats gaat vinden. Dus ja, het is een beetje afhankelijk. Ook gaan we bijvoorbeeld nieuwe Joy-Con krijgen. We hebben wat problemen met die Joy-Con drift gehad met het eerste model. Met de sticks natuurlijk. Dus ik ben erg benieuwd of we dus inderdaad nieuwe Joy-Con gaan krijgen. En ja, wat verder? Wat nog meer? Weet je, Er waren ook, ik heb ook berichten gelezen over het dock. Het dock zou ietsjes bulkier worden, ietsjes groter worden. Er zou een internetaansluiting op zitten. Iets waar we denk ik allemaal wel op zitten te wachten. Het is een subtiele toevoeging, maar je hoeft er niet meer zo'n adaptertje voor aan te schaffen. Er was ook nog een lek op Amazon Mexico. Daar was een placeholder opgedoken van de pagina van de Switch. Heel snel daarna weer verwijderd. Maar die volgens dat bericht ging het om de nieuw Nintendo Switch. Wat vind je van die naam? Is dat de naam die jij voor ogen hebt? Dat is wel de meest veilige naam, denk ik. En ik kan me niet zo snel niet even andere dingen herinneren die ook nieuw dit of nieuw dat heten. Want we hebben bijvoorbeeld op de PlayStation hebben we de PS4 Pro gehad en zo. Dingen als Pro en Plus, dat zie je ook heel veel. Maar nieuw? Nou, Apple die doet het wel eens, maar niet heel erg in die branding. Dus ik denk dat nieuw Nintendo Switch, persoonlijk denk ik dat het de grootste kanshebber is. Maar ik zou het ook wel leuk vinden als een beetje gek gaan. Ja, een beetje gek. Super Switch is natuurlijk niet heel gek, maar het allitereert. Dus dan heb je altijd een streepje voor. Dat is nog een optie. Heb je nog een optie waarvan je denkt van, nou, dit zou ook nog wel kunnen. Ik heb mensen horen zeggen Nintendo Switch Advanced. Nou, dat is iets wat ik niet graag nog een keer hoor. Of gaat het gewoon iets compleet anders worden? Wordt het de Switch U? Wat wordt het? Nee, niet de Switch U, alsjeblieft. ik hoop dat ze hebben geleerd van hun fouten. Ja, kijk, ze hebben super. Dat is iets wat al is gebeurd. Want het was de Super Nintendo natuurlijk. Dus, wat mij betreft, mogen ze een stapje verder. Ultra Switch. Ultra Switch. Ik zou er persoonlijk echt super blij van worden. Ik weet niet, het klinkt als hardware. Dus het zou kunnen. Jij nog een gekke suggestie, Cody? Nou ja, nee. Ik denk niet dat ik een gekker ga kunnen bedenken dan de Ultra Switch. Het zou wel echt een stunt zijn als ze gewoon compleet van de Switch afstappen. En dat het gewoon een compleet andere naam gaat krijgen. Ik bedoel, aan de andere kant, de Switch Lite heet nog steeds een Switch, terwijl je er niet meer op kan switchen. Dus ik verwacht dat we zeker in de lijn van Switch zullen blijven. Maar we weten het dus nog niet zeker. Maar, conclusie van het verhaal,
zeer binnenkort wordt die onthuld. In ieder geval voor E3. En E3 start volgende week al. Dus ja, houd ons nauw in de gaten, mensen. Want het kan hij kan zomaar vallen. Kan hij zomaar vallen, Lucas. En vergeet ook niet dat als hij komt... Vergeet ook niet even de bonus level podcast te luisteren. Cody, jij en ik en Jacco doen dat met z'n drieën. En daar gaan we het echt super uitgebreid over de Switch Pro hebben. Nieuw Switch, Super Switch, hoe die ook gaat heten. Ja, doen we eigenlijk even al dat je... 47 weken. Ja, zeker. Dus heel goed. Ja. Ja, dus inderdaad, bonus level podcast, volg ons daar, check dat. En dan is deze video alleen dan helemaal uitvergroot met extra spicy commentaar van Jacco erbij. Tot die tijd, bedankt voor het kijken en vergeet niet eventjes een likeje achter te laten. Even een subscribe, weet je, en dan zijn wij ook weer blij. En dan zien we jou in de volgende video.